Hoi, welkom op mijn YouTube-kanaal. In mijn vorige projectvideo maakte ik een tekstklok of een woordklok. Ik zal hem hier nog even laten zien. En vandaag ga ik verder met het concept, maar nu maak ik een wat bruikbare vorm, een wat mooiere vorm. We gaan gauw aan de slag, dan zal je zien wat ik bedoel. Ik heb deze klok gekocht bij Action. Ik was op zoek naar een mooi, diep fotolijstje. Maar toen zag ik die klok al liggen, voor €2,50. Ja, dat is natuurlijk perfect. Er zit een glazen plaatje voorin. Hartstikke mooi dus. Nou, mijn papiertje gaat er zo in en dan wordt dit ongeveer het effect. Ik zal nu eerst even die wijzerplaat eraf slopen, maar het blijkt karton wat gelijmd is op het plastic. En het zit behoorlijk goed vast. Nu ontwerp ik in Tinkercad weer een raster om ervoor te zorgen dat de letjes niet naar de andere woordjes overschijnen. Dat oranje gedeelte heb ik eerst getekend in Inkscape. En dat heb ik toen geëxporteerd en geïmporteerd in Tinkercad. Dus ik weet dat die vakjes allemaal precies goed zijn. Op de goede plek voor mijn woordjes. En nu maak ik dus dit raster. En ik heb uiteindelijk de buitenste ronde kanten er nog voor afgesneden. Omdat die anders iets te groot was voor mijn 3D-printer. Mijn geprinte onderdeel is klaar en het past heel goed zo hier in de body van de klok. Nu kan ik het een beetje uitlijnen. Zo. En dan met een stift even stipjes zetten waar ik dus gaatjes wil gaan boren. Voor de leds. Ik heb de dieptestop van de kolomboor afgesteld, zodat ik precies het juiste gat krijg met behulp van deze stepdrill. Net als in de vorige video heb ik alle ledjes erin gelijmd met secondenlijm van de Action en alles weer bedraad. Ik ben nu aan de onderkant begonnen met bedraden en het aantal ledjes is kleiner als mijn prototype, dus ik moet wel de software een klein beetje aanpassen, maar het is een kleine aanpassing. En nu ben ik dus terug waar ik de vorige keer was geëindigd met mijn prototype, alleen nu in de nieuwe vorm. Die blokjes die schijnen nog een beetje door, hè? Zie je die vierkantjes om die woordjes heen. Ik hoop, en daar gok ik eigenlijk op, dat als ik dit print opnieuw, maar dan met een laserprinter, dan is dat effect weg. Tenminste, daar gok ik op. Dus dat hoop ik maar. Ik maak nu gebruik van die meer nauwkeurige real-time klokmodule waar ik het de laatste keer over had. Dat is deze. Ik zal zo meteen nog even het schema laten zien. Hier zit nog steeds mijn rotary encoder. Als ik daarop druk, gaan we naar de setup. Zo. Kan ik de tijd instellen door te draaien. En weer drukken. En dan loopt de klok weer verder. Als ik nu aan de rotary encoder draai, dan wijzigt de kleur. Het eerste wat ik nu ga toevoegen aan het schema, dat is die sensor om de lichtsterkte in de kamer te meten. Om dan te bepalen hoe fel de ledjes moeten branden. Dit is het nieuwe schema. Hierin zitten alle veranderingen ten opzichte van de vorige video. Zoals je ziet heb ik nu een ronde klok getekend in plaats van een rechthoekige. Nou, dat is eigenlijk het minst belangrijke. Belangrijker is dat ik nu gebruik maak van een Arduino Nano. Is ook niet heel belangrijk eigenlijk, hè? Want de code is precies hetzelfde. Ik maak wel gebruik van een andere klokmodule. Ik heb nu de DS3231. Dat is een nauwkeurigere klokmodule ten opzichte van die van de vorige keer. De 1307 geloof ik. Deze heeft een interne temperatuur gecorrigeerde oscillator.
dus niet meer zo'n extern kristalletje, maar hij is intern en hij is nauwkeuriger. Nou, tenslotte heb ik hier toegevoegd onze LDR. Die zit hier. Dat is dus een lichtgevoelige weerstand. En die zit hier. Dit is het symbooltje, gewoon een weerstandje met twee pijltjes ernaartoe, om aan te geven dat die licht kan ontvangen. En hoe meer licht erop valt, hoe lager de weerstand wordt. Dus in het donker heeft hij een hogere weerstand en in de zonneschijn heeft hij een lagere weerstand. Nou, en die LDR die vormt hier samen met een 10K weerstand een spanningsdeler. Kijk, het geheel hangt aan 5 volt, meer 5 volt, gaat naar de LDR. Dan gaat het andere pootje naar onze 10K weerstand en die gaat weer naar ground. Dus over de hele spanningsdeler hier valt 5 volt, over het geheel. En op het midden, daar takken we de spanning af en die bieden we aan op de analoge ingang 1. Nou, we meten dus eigenlijk de spanning die valt over die onderste weerstand, over de 10K weerstand. Want die hangt aan ground en we meten natuurlijk hier de spanning ten opzichte van ground. Stel je nu voor dat beide weerstanden 10K zijn, dan zal de spanning op dat groene punt hier op 2,5 volt zijn. Want als ze allebei 10K zijn, of allebei 20K of 1K, dan zal de spanning over het geheel zich evenredig verdelen over die twee weerstanden. Dus dan is de spanning op het middenpunt al de helft van de totale spanning. Nou, schijnt er nou meer licht op deze weerstand, dan wordt deze weerstand lager en zal er dus meer spanning gaan vallen over de onderste weerstand. Dus dan wordt de spanning hier een beetje hoger op dit punt. En andersom, wordt het donker, dan wordt deze weerstand een beetje hoger en zal er ook iets meer spanning vallen over deze weerstand, dus automatisch iets minder over de onderste weerstand. Dus ook minder op het punt waar wij meten. Dus laten we even kijken wat we nou hier meten op het moment dat het hier gewoon in de kamer lekker licht is. Ik zit hier in de loop van de software. Dit is mijn hele loop. En daarin gaan we even dus die spanning meten op dat punt A1. Dus laten we zeggen int A is analog read A1. Zo. Serial print waarde is, en dan printlijn A. Nou, laten we eens kijken. Ik pak even de seriële monitor erbij. Kijk, daar gaat hij. We meten ongeveer het getal 690. Nou, als ik dan mijn hand een beetje boven de sensor hou, dan zien we dat hij gelijk zakt. Dus met minder licht wordt de waarde lager. Ik zal even de studiolampen uitdoen. Het is inmiddels avond. Kijk, zie je, dan wordt hij ook een stuk lager. Als ik even de lichten uitdoe en de sensor afdek met mijn vinger, dan gaat hij ongeveer naar 80. Dus de informatie van die sensor die gaan we gebruiken om de ledjes fel of minder fel te laten branden. Dat kan je doen met een commando voor de NeoPixels. De pixels.setBrightness. Dan een waarde van 0 tot 255. Dus 255 is het felste en 0 is uit. Die waarde die we binnenkrijgen op A, die is dus niet direct 1-op-1 toepasbaar, want die waardes die zijn veel hoger dan 255. Dus die moeten we mappen met de mapfunctie. Dus ik heb al een nieuwe variabele gemaakt, bright, hier staat die nog. Dus ik zeg zometeen bright, dat moet worden map. A is de input en de waarde die we willen gebruiken liggen tussen de 200 en de 750. En dat gaan we vertalen. Dus dit zijn de waarden die we binnenkrijgen van de sensor. Die regio die vind ik bruikbaar. En die ga ik vertalen naar een brightness van 25 tot 255. Maar als ik dit zo toepas, dan zal het verkeerd gaan. Want we zagen net dat we wel degelijk waarden kunnen krijgen die kleiner zijn dan 200. Want als ik de licht uitdoe en ik hou mijn vinger erop, dan ging die zelfs onder de 100. Dus ik moet eigenlijk die waarde die we hier meten, deze, die moet ik ook een beetje aan banden leggen. En dat kan je zo doen. A is constraint. Dus je gaat hem aan banden leggen. A, dan zeg ik 200 tot 750. Nou, als de waarde dan hoog is als 750, dan zal hij toch zeggen, nou, ik gebruik gewoon 750 als maximum. Als de waarde lager is als 200, dan zal die toch op 200 blijven steken.
En dat komt goed uit, want diezelfde waardes die stop ik hier in mijn mapfunctie. Hier. En dan kunnen we dus zeggen pixel set brightness bright. En pixels show om het door te voeren naar de pixels. Dit zou moeten werken. We kunnen nog eventjes voor de grap die brightness uitspugen. Serial print line. Even alleen die brightness. Nou, vooruit. Zo. Kijk, het is nu heel erg fel verlicht in deze kamer. Dus daarom is de brightness ook behoorlijk hoog. En dat ziet er ook goed uit, zoals je ziet. Dat klopt wel. Nu doe ik eventjes de videolampen uit. En dan wordt onmiddellijk de brightness veel lager. En op het videobeeld ziet het er nog steeds heel erg fel uit. Ik film het met mijn telefoon en die is behoorlijk lichtgevoelig blijkbaar. Ik kan het ook even proberen te drukken. Dus ik doe de verlichting weer aan. De brightness gaat gelijk weer omhoog. En ik hou even mijn hand ervoor. Kijk, nou kan je het effect goed zien, hè. Dus als ik mijn vinger erop heb, dan is de brightness nog maar 25. Maar ik kan je verzekeren, midden in de nacht is dat zat. Als het hier echt gewoon donker is en ik loop 's nachts dus per ongeluk mijn hobbykamer in, dan is dat een heel prettig gezicht dat het niet zo fel schijnt. Maar het is echt fel zat voor je ogen op dat moment. Nog even verder met de hardware. Het is nog niet klaar. Hier aan de binnenkant moet mijn Arduino nog komen. Ik heb hier een Arduino Nano en dit is een gebruikte. Maar in ieder geval ben ik blij dat er plaats genoeg is, diepte genoeg in die behuizing, om die Arduino daar mooi kwijt te kunnen. Dat wordt fantastisch. En ik moet ook nog een plaatsje bedenken voor mijn rotary encoder. En die wil ik natuurlijk hier aan de zijkant hebben. Kijk, hier zo. Dan krijg je hier een draaiknop, net als bij een horloge, om de tijd in te stellen. Nou, dat is natuurlijk een fantastische locatie voor dat ding. Dat wordt te gek. Nou, en als laatste wil ik ongeveer hier die LDR hebben. Niet helemaal aan de bovenkant, want dan kan er veel stof opvallen. Nou ja, is niet zo'n groot probleem. Maar ik denk dat ik hem zo een beetje schuin hier aan de zijkant wil hebben. Ik meet uit waar ik het gat moet maken voor de rotary encoder. En dan boor ik dat met de step drill. Maar ik moet een beetje extra ruimte maken, want die rotary encoder zit een beetje in de weg voor het deel wat er weer invalt in die ring. Het is gelukkig heel zacht plastic. Dus hij zit nu mooi op zijn plaats. En het binnenwerk kan er ook weer overheen. En ik heb hier een klein gaatje gemaakt voor de lichtsensor. En hier een behoorlijk groot gat voor de power connector. Ik heb hier de power connector aangesloten. En die gaat hier naar een spanningsregelaar. Die heb ik eerst afgesteld op 5 volt. En toen aangesloten op de Arduino Nano. Hier ligt die. Nou, die Arduino Nano die ga ik zo meteen eens verbinden met de rotary encoder. En natuurlijk deze draden voor de ledjes. Die moeten daar naartoe. En dan moet ik nog de sensor aansluiten. Die komt hier in dat gat. Ik weet niet zeker of ik die Arduino en die spanningsregelaar hier mooi in de hoek kan lijmen. Als het niet helemaal lukt, dan moet ik ze even isoleren aan de onderkant. Want ik wil natuurlijk niet dat ze in verbinding komen met die eilandjes van die LEDs, van die neopixels. Dus daar moet ik even om denken. Verder gaat het denk ik wel lukken. Ik ga deze dingen allemaal aansluiten. Ik kreeg een pakketje. Het was namelijk mijn nieuwe tinzuiger. Kijk, deze van Weller. Ik was toe aan de nieuwe tinzuiger, want deze, dat is mijn vorige, die heb ik al meer dan 23 jaar. Ik heb het even uitgerekend. Ik denk eigenlijk wel 25 jaar hoor. Maar die had een nieuwe punt nodig. En die kan je niet meer kopen voor dit model. Wel voor de opvolger nog, maar niet voor deze. En toen dacht ik aan de plaatjes te zien dat deze misschien dezelfde punt zou hebben. Dus ik heb deze gekocht en een nieuwe punt. Maar dat schroefdraad bleek anders te zijn.
Het past toch niet op de ERSA. Ik weet dat sommige mensen een diepe haat hebben voor tinzuigers. Ik gebruik ze wel graag om componentjes van printplaten af te solderen. En ik denk dat ik weet waar dat vandaan komt, die haat voor tinzuigers. Dat heeft denk ik alles te maken met goed gereedschap. Een goede tinzuiger, zoals deze, die kost ongeveer 30 euro. En dat moet je wel verwachten uit te geven. Als je die goedkope dingen koopt van 5 euro, soms krijg je ze ook gratis. Ik heb ook wel eens eentje gratis gehad bij een bestelling. Dat is meestal gewoon rommel. En dat werkt gewoon niet goed. Ze moeten wel goed, ze moeten goed werken, goed vacuümzuigen. En goed gereedschap kost wel helemaal geld. Deze gaat dus weg. Dus ik hou zo meteen deze over. En dit is eentje die ik in China kocht. En dat is ook een best een goede eigenlijk. Die gebruik ik ook graag. Alleen daarvan is de punt ook versleten. Maar die kon ik gelukkig nog wel kopen. Kijk, een nieuwe punt. Die punten die slijten trouwens veel te snel hoor. Dat is toch een beetje goedkoop materiaal. Ja, komt ie. Zoals ik al zei, kocht ik deze een keertje in China. Op AliExpress kun je hem nog steeds kopen. En ze zijn niet heel goedkoop hoor. Het is geen ding van 5 euro. Ik geloof iets van 15 euro of zo. Misschien wel iets meer zelfs nog. Maar het is wel een goed stuk gereedschap. Kijk. Zo. Nou, dan kan die hopelijk ook weer een tijdje mee. En nu weer verder met de video. Alles zit erin. Ik was net vergeten om die RTC-module te benoemen. Hier zit hij. En al die printjes die moeten nu eventjes een stukje karton krijgen. Om ze te isoleren van al die ledjes. Want dat zorgt voor problemen. Nou, het valt altijd weer tegen wat voor een dradenbende het wordt. Hè? Dus ik ben echt zwaar geneigd om hier weer een printje voor te ontwerpen. Een printje wat bijvoorbeeld mooi hier past. Al die componenten kunnen daar mooi op. Gaan alleen twee draadjes naar de power connector hier. En een paar draadjes naar de sensor hier. Ja, en dan toch ook weer naar de rotary encoder. Nou, ik weet niet of dat er echt van komt. Ik ga eerst maar eens die printjes allemaal isoleren met een beetje karton. En dan gaan we kijken hoe het eindproduct geworden is. Bedankt, hè? Best leuk geworden. En wat staat erop? Oh, het is de hoogste tijd om even te abonneren op dit kanaal. Dus even hieronder drukken op abonneren. En het belicoontje voor de notificaties. En dan zit je helemaal goed. Het is nu erg licht in de kamer, want ik heb de videolamp aanstaan. Maar als ik even mijn hand voor de sensor hou, dan zie je dus dat die keurig dempt. Naar lagere lichtvolumes als het wat donkerder wordt in de kamer. Ik heb besloten dat ik er nog eentje ga maken. Kijk, hij ligt hier al klaar. Ander kleurtje, ook leuk. Want er zijn toch nog een paar dingen die ik wil veranderen. Ten eerste moet gewoon achter elk woordje twee letjes komen. Ik heb er nu een paar met één letje. En dat is toch minder mooi. Ook bij de kleine woordjes kan er makkelijk twee letjes achter. En verder heb ik iets bedacht om het doorschijnen van die blokjes om dat op te lossen. En dat laat ik even hier zien. Deze tekening, die middelste, dat is eigenlijk dat blaadje wat ik aan het begin van de video uitprintte. Dat is dus gewoon de tekst voor de klok. Zonder al die rode vierkantjes. Zo dus, hè? Zie je? Dat is dat gewoon. Nou, toen heb ik die rode vierkantjes eromheen getekend om het raster te maken voor de 3D-printer. Dus dat is hier eigenlijk... Dit is de basis daarvoor. Nou, wat ik dan nog wil maken, is nog een extra stukje papier. Dat zou ik ook kunnen uitprinten. En dan snij ik hier ook kleine vierkantjes uit die precies over de tekst heen vallen. Ik kan het even laten zien. Als ik even dit doe. Kijk, dan zie je dat het vierkantje precies over de tekst heen valt. En ik zou het nog bij de 5
zou ik nog bijvoorbeeld hier die V schuin kunnen maken, dat maskertje dus. En dan komt er dus een extra laagje papier tussen en dan komt er echt geen licht meer doorheen, denk ik. Nog mooier zou zijn om het uit zwart karton, of gewoon van het gekleurde papier, maar dan zwart, om het daar uit te snijden met een lasersnijder. Daar zit ik aan te denken om dat even te gaan doen. Dus dan heb je een extra strak kadertje om de tekst heen. En dan heb je niet meer dat grotere vierkantje wat ook licht doorlaat. Daar ben je dan van af, denk ik. Dus dat is de volgende innovatie. Als deze versie ook klaar is en ik ben helemaal tevreden, dan zal ik een artikeltje maken op mijn website met alle files en de software en zo. En dan kan je daar eens rustig naar kijken. En misschien laat ik hem nog even zien in een vlogje, maar dat zien we dan wel. Voor nu zeg ik, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.